Bewoners van de Toggenloosstraat en de Limburgsingel komen in het geweer tegen de onderhoudstoestand van hun woningen. Ze zijn verenigd in bewonerscomité De Vergeten Driehoek. Ze houden vandaag in de wijk De Laar Oost een openluchtbijeenkomst om het achterstallig onderhoud van hun huizen op de agenda te zetten. Ze worden hierin gesteund door de SP. Onze verslaggever, Floris van Loon, sprak met de bewoners. Uw huis heeft nogal wat achterstallig onderhoud. Waar bestaat het precies uit? In mijn woning is het vooral de schimmelproblemen die er spelen. En dat begint eigenlijk in de woonkamer, dat gaat naar de gang, dat gaat naar de overloop, de badkamer, de slaapkamers van de kinderen, van ons. Nou zou je toch zeggen dat Vivare, want dat is jullie woningbouwvereniging, daarvoor in de bres springt. Maar dat gebeurt niet. Wij wonen hier nu 10 jaar. We zijn al 10 jaar bezig met hetzelfde probleem. Het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Uiteindelijk komen ze wel met de oplossing, maar dat is meer wat je niet ziet, dat hoef je niet te doen. En we geven er een likje verf over of we doen even een nieuwe kitrand, want dan is het probleem wel verholpen. Alleen het probleem wat eronder ligt, dat wordt niet verholpen. Dus het vocht blijft in huis, waardoor dus de schimmel ook weer gaat groeien. Op de overloop hebben we bijvoorbeeld een verlaagd plafond gekregen. Want wat daaronder zit, dat zie je niet. Dus daar hoef je ook niks meer mee te doen dan. Alleen, ze hebben een kier gelaten en wij zien het nog wel steeds dat het daar wel doorgroeit en het gewoon opnieuw begint. De bewoners in de Toggenloosstraat hebben zich verenigd in de Vergeten Driehoek. Wat is het precies voor een vereniging? Kan ik je heel makkelijk uitleggen. We zitten hier eigenlijk in een soort driehoek. Het is vandaar ook dat wij ons de Vergeten Driehoek noemen, omdat wij gewoon puur vergeten worden met de onderhoud. We bereiken zelf niks, dus we zijn nu met z'n allen gegaan om te hopen dat Vivare eindelijk de klachten serieus neemt en ook actie gaat ondernemen. Hebt u nu wel vertrouwen dat het beter gaat? Eerlijk gezegd, nee. Maar het verschil erin zit nu wel dat we het samen doen. Iedereen heeft er genoeg van. Het moet gewoon nu gebeuren. En Vivare kan gewoon niet langer de ogen sluiten. Er moet nu gewoon iets gebeuren. Het is bezopen, belachelijk en zelfs schofterig dat mensen ziek worden in hun huis of zich schamen dat er mensen langskomen. Dat moet niet kunnen, dat mag niet.